1 sprak met Fedi Karioglu en trainer Peter Hyballa over de 2-1 nederlaag van zondag in Arnhem. Daar leek een gelijkspel lang mogelijk, maar uiteindelijk ging de wedstrijd op een verschrikkelijk zure manier verloren. Ja, maar verloren is verloren. Dat kunnen we natuurlijk in deze moment ook niet altijd gebruiken. We zeggen iedere week we moeten punten pakken, hebben we vandaag ook niet gehaald. Maar natuurlijk kan je trots op de strijdpassie en alles andere wat tactische mogelijkheden was op de jongens zijn. Maar natuurlijk, als je 6 minuten voor de wedstrijd een heel belangrijke punt pakken kan, ja, dan als je dat niet haalt, is het natuurlijk teleurstellend. Maar goed, voor het proces en met die jongens gewerkt hebben in de wedstrijd was goed. En dan zie je ook weer met een debutant, weer een jonge jongen met Frenkie. Die gaat ook goed mee en zo. Nou, moet je dat als trainer in het proces positief anerkennen. Maar natuurlijk, als je heel realistisch bent voor de punten, is het natuurlijk jammer. Eerste helft was het vooral tegenhouden, terwijl de tweede helft eigenlijk NEC beter en beter in de wedstrijd kwam. Ik denk, ja, eerst zelf verdedigen heel veel. Ik denk dat de trainer in de rust een goede formatie heeft omgezet naar 4-3-3. En daardoor ging wat beter voetballen, kreeg wat kansjes. En ik maak dan gelukkig nog de 1-1. We hadden echt vertrouwen in dat er nog iets viel te halen hier. En helaas op het einde dan die 2-1. Ja, hij begon met 5-3-2. Toen dat omgezet werd naar 4-3-3, begon het wel beter te lopen. Ja, goed. Maar ik moet je eerst defensief. Dat voor is ja Vitesse te goed. Dat we in deze 4-man-lijn spelen. En we moeten eerst maar kijken dat we ook... Ik vind ook dat deze tactiek heel goed was. Omdat Vitesse ook niet zoveel... kansen gecreëerd heeft. En dat man standaard situatie doelpunt heen gaat, ja, dat is dan zo. Ja, en dan moeten we je omzetten, omdat we heel snel dan proberen 1-1 te doen. En daar creëer je misschien een beetje meer kansen met deze systeem, maar we hebben ook weer kansen weggegeven. Also, ik meine, dat kan ook dan 2-3-0, denk ik, doen. En dan kom je in zo'n fase, dat was dan heel interessant. Met 1-1 of kunnen we misschien ook 2-1 doen, moet de kansen nog zien, maar ja. Ja, er veranderde wel iets toen ik erin kwam. Ik denk dat het niet alleen aan mij lag, maar aan het hele team. We kregen een beetje een spirit. We maken dan aardig snel de 1-1. Ja, helaas maken we dan nog de 2-1 op het einde. Ja, kans was voor J-Roy Grot. Kopbal kreeg hij op zijn schouder. Zag jij wat er gebeurde bij die penalty situatie? Nee, ik heb hij niet gevraagd. Hij zegt, de hand is boven, ik kreeg de bal in de hand. Zo is het handpenalty. Met wat voor gevoel ga je nu naar Groningen toe? Geconcentreerde gevoel. Ik ben in deze club niet meer teleurgesteld of zo. Altijd verder gaan. Gisteren hebben we een live analyse van Groningen gedaan. En nu in de bus zitten en een beetje dan denken wie we ook in Groningen spelen kunnen. En kijken wat Sroos Hingola en wat met Heinlots voet is. En dan morgen, ja, in 3 dagen hebben we de volgende wedstrijd. Je trekt de lijn van onder 19 trek je aardig door. Dat was een fantastisch doelpunt. Ja, klopt. Ik had een goede week achter de rug met Nederlands elftal. En nu hier mag ik weer een goal maken. Dus het was een goede week voor mij. Maar helaas geen punten. En dat was op dit moment het belangrijkste.